Ja, hier is Fischer weer. Ik ben hier met Remco. Dit is het WK voetbal. En jawel, Zweden, Engeland. En ja, Remco, Zweden gewoon bij de laatste 8. We hebben wel aardige ploegjes uitgeschakeld zo, hè, als je ze bekijkt. Eigenlijk begin je al bij de kwalificatie, Nederland, daarna Italië. Wat hebben ze al meer uitgeschakeld nu? Duitsland in de pool, toch? Nee. Ja, Duitsland. Ja. De wereldkampioen, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen van... En Zwitserland, toch? Voor mij als nu is nummer 8 van de wereld ook niet slecht. Ja, ik weet niet waarom Zwitserland nummer 8 van de wereld is, maar... Voor mij hebben die heel goed gedaan met oefenwedstrijden en zo. En kwamen ze op een hele goede manier om heel hoog te komen. Voor mij was dat een beetje het trucje, ja. Ja, oké. Maar Engeland trouwens geen 5-sterrenploeg. Nou, misschien kunnen we een beetje wisselen, dan krijg ik het wel. Oké. Maar zie jij Zweden wereldkampioen worden? Nou, ze is geen wereldkampioen worden, maar tegen Engeland. Ik vond Engeland ook niet heel sterk tegen Rimoes ook weer. Colombia. Colombia viel ook tegen, maar het is Engeland viel ook tegen. Dus waarom niet tegen Zweden? Zweden gaan gewoon lekker met z'n allen verdedigen en dan één keer eruit, dan is het weer 1-0 bijvoorbeeld. Ja. Ja, ik weet het niet. Ik hoop dat het sprookje nu wel eindigt. Voor Zweden, zeg maar. Jij vindt het ook wel leuk als ik Engeland gewoon echt lekker half finale. Ik hoop ook op een half finale, en misschien is het weer, ik weet niet of het tussen Kroatië is geweest, maar ik hoop op een half finale Kroatië-Engeland. Ja, en dan de andere half finale is dan... Frankrijk, noem maar op, weet België, niet. België of Brazilië. Of ja. Uruguay. Uruguay, ja. Hey, die moeten we niet uit... Nee, dat weten we niet. We weten niet of het gebeurt. Wij weten niet of het gebeurd is natuurlijk, hè, voor de mensen die kijken natuurlijk. Dus ja. Oké, nou ja, Zweden-Engeland. We gaan over naar de wedstrijd. Brazilië is het enige land dat zich voor... Zweden, zonder Zlatan. Wat zei je? Zlatan. Geen Zlatan. En we gaan aan het begin nog een beetje vragen van, gaat Zlatan mee? En ik zeg, nee, we hebben het ook met deze groep gehaald, Zlatan gaat niet mee. Dat is toch wel jammer, misschien. Ja, want moet je voorstellen, als ze Zlatan hadden. Ja, maar dan gingen we alles via Zlatan. Nee, misschien was ze ook niet zo ver gekomen dan. Nee, nu is het zegt niet zoveel namelijk, want ja. Wat? Oh my god. Het wordt heel weinig, hoor ik vallen. Met scheid, kom op nou! Nee, ik heb nog geel nog, Bergie. Kostenberg scoort een beetje, zegt altijd. God. Het duurde even, maar hij vond het blijkbaar toch een zware overtreding. Oh! Achteruit ingekopt, oké. Logisch. Dat heet neus voor de goal. Nee, dat is een goal die nu eraan komt. Beauty wordt je ook wel genoemd. Beauty. Ah. Ja, jij hebt nou al 6 schoten. Dat slaat echt nergens op. Vol doel denk ik. Ik denk 0. Ah, jongens. Oh! Nou! Nah. Dat is echt zo'n Engels schot. Gewoon wild en er gaat nergens over. Dan heb je hem zo goed voorbij gespeeld en dan alle rust ontbreekt. Oh! Godverdomme! Nee, niet weer geel, kom op. Je hebt toch geel? Nul sliding met hem. Nou, daar gaan we. Daar gaan we. En ik voel hem al aankomen. Oh nee! De spet of 3, wat ik al zeggen, man. Wat een kans is dit, hè, jongens? Nee, come on. Nee, come on! Come on! En terecht! Echt zo'n Zweedse... Zo'n Zweedse counter, hè? Nee, geen counter eigenlijk. Het is gewoon een aanval. Zo! Maar hij zit er wel goed in. En ik zou dit zou ook gewoon zomaar kunnen gebeuren, hoor. Zo'n... ik ben Engels wel beter had, pakket. Zweden opereen. Nu helemaal de pot dicht en klaar. De verdediging, maar dan moeten ze snel... Nee, hallo, switch het poppetje! Hij switcht gewoon niet. Dat was voor dat popje, niet voor Harry Kane natuurlijk. Die raakt gewoon per ongeluk de bal. Ja, tuurlijk, schijs geel!
Dit sluit je wel bij zich op een. Een waarschuwing. Bal midden voor het doel. De doelman is goed. Oeh, lekker keep, goed gehouden. Die bal wordt onderschept. Goh! Scheidstijd, hè? Oh, tijd. Oh, nee, ik knuk hem. Ja. Nee, ik wil nog een afstandsschot doen. 2-2 was het, hè. Maar tijd is tijd, hè. Zeg maar dan. Ah, ik wist dat daar wil ik gewoon een afstandsschot doen van de 30 kilometer. Beter dat je helft van je schoot is niet eens op doel gaan. Ja, precies. We beginnen aan de tweede helft en de eerste... Come on, nee. Wat is dit nou toch? Huh? Hallo? Hallo, het is obstructie, hè, schijt. Ja, het kan blijven plakken. Nou, nah, het lukt niet meer. Oh, wat een lelijke kutbal was dat. Oh. Wat is dat nou weer? We gaan terugkoppen, maar... Jezus, mensen. Dan moeten we met de verdediger mee. Oh, oh. Komt eraan. Bal in het strafschopgebied. Mooi bal, mooi bal. Hoekschop. Heel goed. Nee, blijf staan. We gaan aanvallen. Komt hier een kans aan. Pompen gewoon eten die bal naar voren. Wat is dit nou, zeg? Sterling, Dele. Dele Alli. Met lek, maar het telt. Jongen. En nu op en erover. Geef mij dat momentum maar. Tijd. Ik weet dat je fluitje bij je hebt. Zweden mag doorspelen, want de scheidsrechter vindt het wel. Oh ja, ja hoor. Vier man zijn aan het kijken van mij. Hij slijt naar binnen. Gaat op het doel af. Ja! Ja! Wat een goal! Wat een goal! Of niet? Ik kon er gewoon niet meer bij. En nu de aftrap en dan staat Engeland op. Toyfone, echt. Met iedereen die mag scoren. Ik zou een toyfone weer. Stones. Daar is het balbezit. En nu? Engeland probeert een aanval op. Oh my god! Oh. Nee, dat doe ik weer. Oh, wat een arrogantie, wat nergens op gebaseerd. De hele wedstrijd gaat nog niet goed. Kom op! Niemand zit er tussen! Oeh! Ah, wat is dat nou? Oh. Nee, hij stopt weer met rennen, mijn spits. Oh nee! Nee! Ah, daar gaat hij, Harry Kane. Fuck! Nou, het is op en over. Hier is de aanvoerder van het elftal, tref zeker. Ja, hij drukt echt een stempel op deze wedstrijd. Een geweldige gelijkmaker. Deze wedstrijd wordt steeds spannender. Geef me het momentum. Kane. Harry Kane! Hij was op bloed geworden. Nu ben je op de kruis van mij van de steel. Het lijkt gewoon prima, dus je kunt thuis een keer. Tja, nee. Nee. Mogelijk een goede kans hier. Kom op. Hé, je hebt rode kaart op PCX. Nee. Zo, oh. Dan een glitch misschien, maar ik zie op een rood kaartje. Ik zie het aan beeld, maar. Kom op, bijsluiten. Godverdomme! Ze zijn de bal alweer kwijt. Huh? Geen mijn spel of wel? Vrije kant voor Kane. Nee, waarom? Waarom? Oh, Larsson. Zweden mag doorspelen, want de scheidsrechter vindt de voordeelssituatie.
Fuck dit! Oh, wat geluk. Die wordt weggestuurd. Ah, kom op. Twee keer voorstaan en dan nog verliezen. Ja, wat een paard gevoel. Op de klok staat nog maar 1 minuut. Berg. Moet weer blijven. Er liggen mogelijkheden hoor in de omzet. De scheidsrechter fluit, het zit erop. Pijn en moeite. Maar ik ben wel benieuwd of je echt inderdaad een rode kaartje hebt gehad. En voor mij niet. Ja, Frankfurt is twee keer geel. Oh, wat stom. Ik heb helemaal niet gemerkt. Ik ook niet. Oh, het is mijn centrale verdediger. Dat verklaarde wel dat bij 4-2 dat er gewoon niemand stond, zeg maar. Ja, maar er is zo'n gatenkaart inderdaad achterin was. Ja, maar oké. Oké, nou ja, het maakt niet uit in ieder geval. Ja, Engeland door. 4-2 bij mij, bij ons. Laat je voorspelling achter en we gaan het zien. En dan gaan we over naar de halve finales. Ja, het gaat hard snel. Bijna afgelopen.